Ja, ik zie dat het bord inmiddels ook al verdwenen is. Helaas. Het Roendoe-bos in Nieuwegein. Jaren geleden nog groots geopend door de president van Namibië. En nu ligt het er verloren bij. Er ligt veel vuil. Hans van de werkgroep Roendoe ziet het met ledenogen aan. Destijds is dat behoorlijk veel aandacht aangegeven. Maar helaas, ja, je ziet hoe het er nu bij ligt. Er zou wel een stuk onderhoud gepleegd mogen worden, ja. Rundu in het Afrikaanse Namibië is al 21 jaar de vriendenstad van Nieuwegein. Jaren van uitwisseling en ontwikkelingssamenwerking waarbij ook inwoners betrokken zijn. Maar of het de Nieuwegeiners ook is bijgebleven? Rundu, nou dat is een moeilijke. Maar klinkt maar Indonesisch. Mijn idee zegt in Afrika. Ik zou het echt niet weten. In het zuiden, ja, dan zal het Namibië zijn. Dat weet ik niet hier. In Soudaan. Ja. Ik geef me over. De vriendschap kan wel wat rustiger aan, vindt het Nieuwe Geinse college na een evaluatie van de stedenband. Een paar punten. Projecten stagneren door gebrek aan geld. Er zijn culturele botsingen, verschillen zorgen voor uitdagingen en de manier waarop de werkgroep functioneert is gedateerd. Wij zijn wel op zoek naar andere wegen om bedrijven te gaan benaderen, maar gezien de economische crisis eh, begint nu iedereen weer een beetje op te krabbelen. Maar om nu gelijk aan te komen lopen, doen we eens even 500 euro voor de werkgroep. Ja, ze zien ons al aankomen. Gratis is een vriendenband niet. En de Roendel-werkgroep draagt ook een steentje bij met de verkoop van houtgesneden dieren. We proberen het elke keer en tot op heden gaat het nog steeds uh, redelijk tot goed. In het begin was de gemeente Nieuwegein jaarlijks 40.000 euro kwijt aan de vriendschap. Al snel werd dat 21.000 euro. En nu blijft er een kleine 10.000 euro over. Volgens Hans kan dat op de langere termijn maar één ding betekenen. Het is moeilijk te zeggen, maar ik verwacht eigenlijk toch dat het over vier jaar, eh, mocht de situatie, de financiële situatie van de gemeente niet beter worden, dat het afgebouwd wordt. Dat er echt ook wordt gezegd van sorry, maar we stoppen ermee.